Zijn ze vertrokken? Ja, ja. De Rennestraat van 35 jaar. Ja, jongen. 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 Ja, jongen.
Thank you.
Daar krijgen we weer Peter. Wij houden het.
Die heeft een zeer goede wedstrijd gereden, dat is voor Willy Bernard. William van Geloven, nummer 47. Dan weer op de vijfde plaats krijgen we hier Peter Cavens.
En dan hier een spurtje voor zijn overwinning bij de categorie-runner. Ouder dan de 45. En het wordt Pascal de Kort die het haalt voor Luc Verheijen. Einde van de wedstrijd ook voor Steven Kruijner. Echt verslag op de 5e plaats, dacht ik. In de categorie-runners ouder dan 35. Dan krijgen we zo dadelijk Patrick Moras. Dan hebben we hier het einde van de wedstrijd voor het nummer 57, Barstoon. Dan krijgen we met het nummer 30 plaats. Dan hebben we hier Paul Lampai als En dan hebben we hier het nummer 48, Terze van Gelder. Dan hebben we Daniel Standard met het nummer 3, het nummer 73 en het nummer... Einde van de wedstrijd vanavond van de Kieshoff Players. De kussen en de felicitaties als overwinnaar bij de renners ouder dan 35 jaar. Op de tweede plaats krijgen we daar Günter Loos, de nationale kampioen. En op de derde plaats met het nummer 61 is dat bij Peter Vervoort. En die applaus sport liever voor het podium bij de renners. Ouder dan 35 jaar, Chris Keulemans als overwinnaar. Op de tweede plaats Günter Loos en als derde Peter Vervoort. En Peter Cavens die krijgt de beker als eerste renner van Groot Zandhoven. En nogmaals onze felicitaties en uw applaus voor het podium bij de renners. Ouders krijgt de bloemen, de kussen en de felicitaties en van ons ontwegen een hartelijk proficiat. Op de tweede plaats is daar geëindigd Luc Verheijen. Op de derde plaats Peter Wijdhoven. En als eerste renner van Groot Zandhoven krijgen we Paul Mantai. En dan ook van onze tweeën een hartelijk proficiat. En die applaus voor de verder voor Pascal de Kort, Luc Verheijen, Peter Wijdhoven en de eerste renner van Groot Zandhoven, Paul Mantai. Dat is het.